Hi allemaal, ik ben Jelena en het is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Q-Time. Zoals ik altijd zeg is dat je Q-Time op zoveel verschillende manieren kan doen. En vandaag heb ik een gesprek met, to me, one of the prettiest persons in Suriname, Abi Jo. But she's so much more than just a pretty girl. En ze doet zoveel meer. En vandaag gaan we het daarover hebben. What we need is a little Q-Time. Hi, Abi Jo. Hi, Elena. How are you doing? I'm fine. I'm seeing it, as always. Ik bedoel van, is er ooit een dag geweest dat you at least did not look fine? You probably not of felt course. Fine. But vaak genoeg. Naar mijn mening. Nee, en wat anderen vinden, it's weet a ik lie. Niet. You can do no wrong with my eyes. Oh, dankjewel. Maar, we hadden een voorgesprek. Laten we niet eens met maar beginnen. We hadden een voorgesprek en we zouden het hebben over een cursus die je gaat geven. Mm-hmm. Maar voor we naar die cursus toe gaan, er gebeurt zoveel meer dan just teaching people how to wax. Ja. So tell me about Abi. Oké. Okay. You want to know about Abi? Yes. Oké. Dus kijk, mijn achtergrond is fashion, zoals je dat kent, zoals je dat weet. Mm-hmm. Vanuit fashion is mijn liefde uitgegroeid naar schoonheidsverzorging, de verzorging in het algemeen. En ik heb me ook een beetje daarin verdiept. Ik heb de salon gedraaid heel lang. In totaal ben ik werkzaam geweest in de salon 20 jaar. Als nagelstyliste, yes. Als wax specialist, yes. Als lash extension specialist. Oh, dat heb ik niet meegemaakt. Ik heb ook als make-up artist gewerkt, jaren geleden. Ik heb ook wel eens eventjes als kapster gewerkt. Het is niet echt mijn ding. Ik vind het wel leuk. Maar ik heb me dus toen meer gefocust op het waxen. En dat is uitgegroeid tot een van de best careers that I had. Ik heb daarmee kunnen bouwen. Ik heb daarmee mezelf kunnen voorzien. Mijn partner, ons leven. En het is goed gegaan totdat ik moest stoppen. Vanwege mijn gezondheid. Ik heb toen besloten om fulltime les te geven. In plaats van te werken zelfs in een salon. En dat gaat ook goed. De reden waarom het goed gaat is omdat, los van de achtergrondinformatie die ik je geef, de kennis die ik beschik, draag ik helemaal over aan de studenten. Ben ik ook echt one-on-one bezig met de studenten. Dus ik heb geen grote classes. Ik doe het echt gewoon 2 tot 3 mensen maximaal. Ik kan ook met 1 persoon. Maar ik hou van die aandacht die ik je geef. Dat ik echt let op alles wat je doet. En dat je precies de technieken uitvoert zoals dat hoort te zijn. Maar niet alleen de technieken, maar dat je ook over de theorie beschikt. Want veel mensen slaan dat stukje over van theorie. En dat is zeer belangrijk, omdat je wel moet weten waarmee je bezig bent. Het is echt belangrijk. Ik ga je een klein verhaaltje vertellen. Ik wilde een keertje ook zelf waxen, zonder de theorie. En ik dacht, ik ga naar de winkel, waxstrips. How hard can it be? Yeah. Ik heb een hele dag met die strip zo gezeten. Ik kan hem niet wegtrekken. I was half waxed, half strip. En dat was nee. Ja, en toen? Daarna ben ik gekomen naar de professionals. Om het weg te krijgen. Het was een mess. Een hot mess. Mm-hmm. Ik weet. En dat gebeurt. Het is veel mensen overkomen. En ik geef ook graag tips hoor aan mensen die zelf thuis willen waxen. En zelf, weet je? Zichzelf willen helpen. Ik bedoel, de situatie is anders nu. Niet iedereen kan of wil nog naar de salon. Dus dat heb je ook. Mensen die op les komen om zelf te kunnen waxen. Maar eigenlijk is mijn opleiding bedoeld voor degene die echt een business ervan willen maken. Waarbij ze echt goed lekker kunnen verdienen. Ja. Wel. Hoe kunnen mensen jou dan bereiken? Of nee, voor we daar naartoe gaan. Ja. Het is voor iedereen die een business wil starten. Ja, maar die wel liefde heeft voor het vak. Ja. True, that's also important. Geen fast money. No. Because you need to have the passion for it. En een pre is natuurlijk als je een beetje een voorkennis hebt. Weet je, in deze branche. Je hoeft natuurlijk nog niet alles te weten erover. Ik geef je echt alle informatie. Maar het is wel leuk als iemand toch wel een beetje weet van het waxen. Mm-hmm. Is er een leeftijd eraan gebonden of iedereen die kan komen die ook al een beetje voorkennis heeft? Iedereen mag komen die voorkennis heeft, maar het is wel vanaf 16 jaar naar boven. En hoe lang duurt zo'n cursus? Bij mij is het 5 dagen, maar het stopt niet na die 5 dagen, want ik heb altijd nog de maanden daarna contact met de studenten om te kijken hoe het gaat. Heb je me nodig? Heb je nog een sessie nodig? Mm-hmm. En dat doe ik
vrijblijvend. Ik kom daar langs of jij komt bij mij. We kunnen dan bepaalde onderdelen herhalen. Natuurlijk moet het niet te gek worden dat het iets van elke week wordt. Maar ik heb nog wel dat contact met ze. Ja, nice. Om weet je, ze verder te begeleiden. Als ze vragen hebben, mogen ze me ook altijd contacten. Als ze ergens mee zitten, ook business-wise. Mm-hmm. You know, hoe zet ik mijn salon op? Hoe bepaal ik mijn prijzen? Hoe promote ik mezelf online, mijn business? Weet je, dus dat soort dingen. Kunnen ze altijd full package, mee. Full ride krijg je dus bij die cursus van jou. And if I want to sign up, how do I find you? Op Facebook, Instagram bij Skins Beauty Salon, mm-hmm. of mijn persoon. Ik ben ook op Facebook, ik ben ook op Instagram. Ik heb ook gewoon... Eigenlijk ben ik wel bereikbaar. Yeah. Ik ben altijd wel bereikbaar. Als je willen vinden, yeah. You're not hard to find. No. That is good to know, dan weten jullie dat. ABJO Elshot is de naam, if you can't find the pages. Ja. Yeah. Maar dat is dus het wax gedeelte. But there's more. There's yeah. not just waxing. Because na de cursus en everything heb ik gezegd, er is meer in me. Ja, er is veel meer in me. Ik heb door, eigenlijk mede door mijn partner, veel meer in me ontdekt. Shout out naar de partner. Hoi Rachel. Zij is echt met me door dik en dun gegaan. Met alles doen we samen. Alles zetten we samen op. Alles bespreken we. Trial and error hebben we heel veel gehad. dus zo hebben we ontdekt dat we veel meer in onze mars hebben. Los van de salon, los van het waxen. Ik moest stoppen, dus moest ik andere dingen gaan opzoeken. In de tussentijd dat ik aan het afbouwen was met de salon, hebben we een winkel gestart. En dat is Anna Beauty and Health. En daar verkopen we dus haarproducten mainly. Haarproducten en waxproducten. Mm-hmm. Because, yeah. En we hebben ons gefocust op mensen met natuurlijk haar. Omdat er echt een gat in de markt was daarin. Veel mensen zochten naar producten voor natuurlijk haar dat affordable is. Want je hebt wel, maar... It's expensive. Ja, it is expensive. En het kost wat om voor je haar te zorgen. Je hebt ook natuurlijk haar, je weet het. You know? Dus we zochten daar en we lieten eerst uit Amerika spullen halen, maar al gauw hebben we besloten van we moeten dichter bij huis zoeken, omdat de koers, het werd te erg, het werd te gek, het wordt te gek, waardoor we dan zijn uitgeweken naar Brazilië. Waarom Brazilië? Het is dichtbij. Mm-hmm. Ze hebben om en bij in bepaalde districten hetzelfde klimaat als Suriname en hun, hun anatomie, hun diversiteit, alles komt een beetje overeen met ons. Dus de producten die pakken ook goed op ons. Ja, vooral de haarproducten, verzorgingsproducten, die pakken heel goed op ons. Dus toen hebben we heel veel research gedaan, heel veel producten uitgeprobeerd, veel op en neer gegaan om te kijken met wie we deals kunnen sluiten. Wat ik wel mag vertellen is dat we een tijdje stil waren blijven zitten met de winkel, maar dat was gewoon omdat we steeds naar betere dingen zoeken. Mm-hmm. Nu hebben we een hele goede deal kunnen sluiten met een van de grootste haarmerken van Brazilië. Die ook heel groot is in de wereld. Mm-hmm. Dus die van hun mogen de distributeur zijn voor Suriname en het Caribisch gebied. Mag je het merk maar noemen? Ik zal het merk nog niet noemen. Okay, verrassing. Totdat ik mijn contract in handen heb. Je bent signed contract. Ja, toch. En dat moet any moment gebeuren. Dan kunnen we echt shooten. En dan kunnen we gewoon groter gaan. Maar het heeft veel opoffering gehad. Je moet veel pushen erin. Je moet veel van jezelf geven. We hebben weinig vrij, bijvoorbeeld. Mm-hmm. We zijn altijd aan het werken. Waardoor de balans tussen werk en privé soms een beetje verwaterd. Yeah, I can imagine. Ja. Dus daar heb je ook weer challenges. Je hebt de economische crisis, niet alleen in Suriname, maar in de hele wereld. Je hebt COVID gehad. Ja, maar dat zijn toch allemaal, weet je, dus al die dingen. Je moest er echt doorheen pushen, pushen. Dus het heeft ons zeker wel dichter bij elkaar gebracht, maar ook wijzer gemaakt, sterker gemaakt. En ik zeg altijd, waar een wil is, is een weg. Mm-hmm. Ja, je hebt zoveel nee's, maar er is ergens wel een ja. Weet je, die deur gaat ergens wel open gaan. Dus doorgaan. Je moet gewoon doorpushen. We hebben vaker gezegd, we stoppen, weet je. Dus het is zo mooi hoe je wil gaan naar the great lesson of it all. But before we get to that point, because we're a little bit limited time. Ja. Los daarvan hebben jullie ook nog een own product gecreëerd. Ja. So let's get into that before you give the great speech of empowerment. We hebben Silo Balm ook. Mm-hmm. Ik heb het,
hoe lang doen we dit al? Ik weet het zelf niet eens meer. Het was mij 3 of 4 jaar hoor. Mm-hmm. En dat is een luxury perfume balm. Mm-hmm. Het heeft de substantie als een vaseline, kan je zeggen, maar dan met een hele luxe geur. En deze balsam is dus gefabriceerd in Suriname door ons. Hey. En we hebben 6 geurtjes momenteel. Mm-hmm. We hebben 4 damesgeuren, 2 herengeuren. En dit is speciaal voor mensen die niet zoveel zin hebben om parfum op te spuiten. Maar ook voor mensen die bijvoorbeeld last hebben van eczeem en psoriasis en allerlei huidproblemen. Dan is deze parfum best vriendelijk voor de huid. Vergeleken met een parfum op alcoholische basis. Weet je? Dus dit is heel erg prettig. Niet synthetisch, op natuurbasis. En hij blijft lekker lang. Die geur blijft echt lekker lang. Dus we hebben 2 herengeuren. Dat zijn die 2 witte. En al die goudzwarte eromheen zijn die damesgeuren. Wow. Yes. Dus so dat doen we also, ook. Jullie zijn gewoon echt lekker bezig samen. Ja. Like, dynamic duo that makes stuff happen. Juist. En we proberen hem echt te pushen. Mm-hmm. Momenteel zijn ze wel verkrijgbaar in de beter gesorteerde winkels. Zoals Choice, Tulip, Anna Beauty and Health. Mm-hmm. En een paar andere plekken zoals Gifted, Alma Nussi. En we proberen nog wat andere plekken erbij te krijgen. Maar de vraag wel blijft groeien. En we willen binnenkort ook launchen in Amerika door daar zelf te gaan fabriceren en distribueren. Wow, ik zou zeggen, don't stop and get it, girl. Ja. Want net als je daar vooral zei, er is zoveel dat om ons heen gebeurt. Ja. It's a hard time, maar als je blijft pushen, no matter how many no's you get, somewhere is er een ja. En jullie zijn like a living proof that it's actually really possible. Als je het op een eerlijke manier wil doen, kan het hoor. Het kan. Het is moeilijk, maar het kan. Ja. No. Ja, dus dat doen we er ook bij. We hebben ook rentals, appartementen, units die we ook verhuren. En wat nog meer? A whole lot more is in the nutshell, maar dat ga je ook Ja, dus dat komt wel. Dat horen jullie wel een keer nog meer. Abi. Ja. I'm so happy to see. Ik ben zo blij voor je to see that you're busy doing something after finding or having to let go what you were really good at. And finding out that you're great at a lot of other things as well. Ja, en ik denk dat iedereen dat ook wel heeft. Alleen moet je één ding. Je moet je nooit blind staren op één ding. Mm-hmm. Of één subject. Or one thing that you know. Omdat het niets is gegarandeerd. Mm-hmm. Toch? En dingen veranderen constantly. Dus je moet meerdere opties hebben. Meerdere plan B's en C's en D's. Weet je, die je kan oppikken en kan zeggen van oké, ik ga dat even aanpakken. Because, kijk, de situatie waarin we nu zitten. Ja, niemand heeft erom... Ja, moet je zeggen, niemand heeft erom gepraat. Maar oké, laat het. We're not even going to invest into the situation. We're going to stay focused on you, the drive and the creations. Maar het kan. Het kan. Ja. En je hebt het gewoon heel mooi gezegd. Ga het nog een keer herhalen, want daarna ga ik echt lekker met je afsluiten. Mm-hmm. Het maakt niet uit hoeveel nee's je krijgt. If you really want something out there, is er een grote, dikke, vette ja. Juist. En je moet er gewoon voor gaan. Ja. En je gaat ervoor en I love that. Dankjewel. It means a lot dat je me hebt uitgenodigd hiervoor. Oh. En ik ben je dankbaar. En ik ben dankbaar dat jij bent gekomen. It's always great when you're around. Yes, girl. Thank you. Thank you for coming. En natuurlijk heel veel succes verder. En I'm watching, zoals je ziet. I'm dumping the hearts on social media. Keep going, girl. Dankjewel. Ook voor jullie. Thank you. En jullie thuis ook voor het kijken. Vandaag hadden we Abi Jo Elshad van Anna's Beauty and Health, Skins Beauty en everything dat ze nog meer daarbij doet. Ze geeft wax cursuses one-on-one if you want to get all the perks and quirks en alle fijne kniepjes wil leren. Ze is daar om jou te assisteren. En ze heeft ook haar eigen beauty shop, beauty and health shop voor haircare, skincare en everything that comes with it. Ze is te vinden op social media, op de pagina's van Anna's Beauty and Health. Skins Beauty is er ook nog. En als je haar gewoon zelf een persoonlijk berichtje wil sturen, you can find her on Facebook. Haar naam is Abi Jo Elshad. It's a lot of words, but all the information is out there. Jullie bedankt voor het kijken. En remember, your time plus my time is Q-time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.